Mag ik 2 bier proeven? Ik heb geen geld. Dag allemaal, uit onderzoek is gebleken dat heel veel studenten financieel afhankelijk zijn van hun ouders. Nou, dat is geen verrassing, maar het gaat zelfs zo ver dat ze hun ouders bewust te vriend houden om hun studie of hun kamer te kunnen bekostigen. Ik ga eens even checken hier in Leiden hoe de studenten het hier hebben geregeld en of ze nog een beetje lief zijn voor hun ouders. Wat doe je dan om te zorgen dat je ouders dat geld blijven geven? Ik doe mijn best. Nou, ik denk dat ze dat al weten. Ik ben... Komt wel eens thuis. Ja, en dan zeg ik het ook wel hoor. Ja, dat is George Clooney, vind ik leuk. Wat een oplichter. Ze zegt dus gewoon tegen haar vader dat hij op George Clooney lijkt, zodat ze extra geld krijgt. Wanneer heb jij de auto gewassen? Ja, volgens mij 2 weken geleden nog, maar het is meer omdat ik hem zelf gebruik. Ik wou net zeggen. Nee, ik wil zeggen ik ben altijd lief, maar ik ben zeker niet altijd lief. Maar mijn ouders zeggen dat ik thuis wil blijven wonen zolang ik nog studeer. Leen jij geld van je ouders? Ja. Hoeveel? 200 euro nu. En leen je ook geld van je ouders? Nee, nou, heel af en toe. Ben je gewoon heel erg tegen je ouders aan het doen alsof je ontzettend veel van ze houdt, zodat zij nog even dit soort zonnebrilletjes voor je blijven kopen? Ik hou ontzettend veel van mijn ouders. Hij liegt, hij is dronken, hij liegt. En, zou je zonder steun van je ouders kunnen studeren? Nee, dat zeker niet. Zeker niet. Zeker niet? Nee. Betalen wel je studie. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Dankjewel man en pap. Kunnen studeren zonder steun van je ouders? Nee, sowieso niet. Nee, ze betalen ook mijn collegegeld. En zonder dat kom ik er niet doorheen. Beetje lief voor je ouders? Ik denk het wel. Ja. Waar uitzicht dat dan in? Ik ben zeker niet de moeilijkste thuis. Dus. Pap, mam, ik hou van jullie. Blijven financieel steunen. Ik moet toegeven, ze zijn hier allemaal best lief voor hun ouders, maar je kan af en toe nog wel wat meer doen. Wil je je ouders nou bedanken, dan kan het bij ons op de Facebookpagina. Of je kunt je natuurlijk inschrijven voor een leuke bijbaan. Dan maak je ze helemaal gelukkig. Ik zie jullie allemaal later. Mazzel!